Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Jan Jongboon, je bent van Edge Impulse. Soms hebben wij gasten waar ik het product meteen van snap. Soms hebben we gasten waarvan ik denk, hey, leuk dat hij langskomt, kan hij het mij eens uitleggen. Ja, dus, nee, heel goed. Leg het mij uit, wat jullie doen. Bij Edge Impulse maken wij software voor ontwikkelaars, om ze te helpen om hele kleine machine learning modellen te bouwen. Dus machine learning modellen die op hele kleine apparaten kunnen draaien. En geef eens een voorbeeld. Nou, je kan denken aan een koe die kan een sensor in zijn oor hebben, in het label. En die sensor kan constant meten hoeveel de koe aan het bewegen is. En op basis van die patronen weten we wanneer een koe abnormaal gedrag laat zien. En dat kan zijn dat de koe daar die ziek aan het worden is of dat hij juist drachtig is. En dat is hele waardevolle informatie voor een boer. Mm-hmm. Het zou ook een sensor kunnen zijn, ook batterij-powered met een microfoon die je naast een raam neerplakt, heel goedkoop. Heel makkelijk te retrofitten, die meet wanneer het glas breekt op basis van audible signalen. Ja. Dus dingen die je niet normaal uit een sensor kan halen op dit moment, maar met machine learning wel zou kunnen doen. We komen straks nog wel even op terug, want dan moet je maar eens even precies uitleggen wat daar dan zo ingewikkeld aan is. Mm-hmm. Waar wordt het nu vooral voor gebruikt, wat jullie bedenken? Onze grootste klant is een wearable manufacturer. Dus die halen constant informatie uit jouw lichaam. Dat is een beetje vergelijkbaar met hoe een Fitbit werkt. Je hebt eigenlijk in smartwatches, je hebt twee categorieën. Eén met een scherm, dat zijn eigenlijk kleine telefoons. Yep. Een beetje. Die gaan een dag mee. Mijn Apple Watch moet elke nacht op de lader. En dan heb je gespecialiseerde wearables. Xiaomi heeft de Mi Band. Die zijn veel simpeler. Die gaan maanden mee op een batterij, maar die kunnen daar ook een stuk minder. En je ziet dat de makers van dat soort wearables, die willen nu meer gaan doen. Die willen ook meer dan alleen stappendetectie, maar ook slaapkwaliteit gaan meten of activiteitsdetectie. Maar nog wel door te zorgen dat je nog steeds 3 maanden mee kan en niet smartphone hardware in je band moet gaan stoppen. Ja, en wat doen jullie dan heel specifiek om dat mogelijk te maken? Want ik heb toevallig zo'n ding. Dit meten mijn stappen, maar ook mijn slaap en mijn hartslag. Ja. En ik kan zelfs een ECG mee maken. De batterij gaat gewoon 3 maanden mee. Ja. Nou, wij helpen draaien er al modellen op, bijvoorbeeld zo'n wearable, die relatief eenvoudige statistische modellen. Machine learning heeft de potentie om daar veel dieper die patronen uit te gaan halen die je niet zo snel ziet als mensen, waar de correlatie niet zo snel kan aantonen. Dus we helpen met het verzamelen van data. Voor deze klant doen we ook klinische validatie. Dus tegen een bijvoorbeeld ECG's of heart rate die uit zijn ECG-machine komen, EEG-data tijdens slapen. Validatie daarmee. En we geven die data op. En we gaan samen met hun data scientist werken om daar een beter model neer te zetten. Iets dat beter presteert dan wat ze op dit moment doen. En wat is dan het voordeel om dat op het printplaatje te doen en niet zoals eigenlijk gangbaar is om de sensor ergens neer te hangen en je stuurt die data door naar de cloud en daar gebeurt de analyse? Wat is het voordeel daarvan? Als je nu kijkt naar een apparaat wat meerdere dagen of weken of maanden moet meegaan op een batterij, dan ben je gelimiteerd op hoeveel data je gaat sturen vanaf het device. Ja. Bijna al je power consumption budget gaat op puur aan je netwerkchip. Dus je kan, als je dus intelligente dataverwerking gaat doen, kan je dat niet naar de cloud sturen. Het moet op het apparaat zelf gebeuren. Alleen de conclusies zou je door kunnen sturen. En dat is puur omdat anders de batterij te snel leeg. Anders gaat de batterij snel leeg. Maar dat zou ook kosten kunnen zijn. Als jij al jouw data... Dan kom ik toch wel snel bij die machine learning vraag. Want dat is natuurlijk een ongelooflijk buzzword ook. En dus wij proberen ook altijd even uit te vinden of het wel echt machine learning is, zonder dat we zelf precies... We hebben geen idee hoor. Maar dat kunnen beoordelen. Maar de voorbeelden die je tot nu toe geeft, dat is eigenlijk, weet je, de koe, als die een abnormale temperatuur heeft, dat is geen machine learning. Nee, want temperatuur... je zegt, als de temperatuur boven de 37, zoveel graden wordt, geef een signaal aan de boer. Ja. Nee, heeft niks met machine learning te maken. Met dit soort thresholds... Waar komt de machine learning om de hoek? Ik denk dat machine learning komt erbij als je weggaat van simpele thresholds. Ja? Dus de temperatuur gaat boven of onder. Ja? En je wil in de patronen gaan kijken. Wellicht is het heel interessant als een mens boven de 38 graden temperatuur is. Maar misschien is het nog wel veel interessanter als je 6 uur van tevoren in één keer een kleine piek en daarna iets naar beneden en een grotere piek en daarna weer terug naar normaal niveau. Dat zou een indicatie kunnen zijn dat er iets aan de hand is. Nou, dat is heel moeilijk om dat uit te gaan vinden. Zeker als je met heel veel verschillende subjecten aan het werk bent. Door het met regels uit te programmeren. En machine learning is heel goed in het vinden van dit soort patronen en het leggen van relaties in dit soort data die je zelf niet zo snel neerlegt.
En je zegt eigenlijk dat als je, het is een alternatief voor het elke printplaat individueel programmeren. Is dat wat je zegt? Nee. Het is een, nu wordt het heel erg gewoon rule-based programmeerd. Ja. Als temperatuur boven x, ja. doe dan i, of anders doe z. Ja. Wij zeggen, nou, hier is heel veel voorbeelddata. Dit is wat er uiteindelijk gebeurde, of wat er op dit moment aan de gang was. Of dit is normale data. En ga je patronen inzoeken. En ik wil weten als... Nou, iets lijkt op wat we eerder hebben gezien. Koe is ziek, is interessant. Of we zien patronen die we eerder niet hebben gezien. Outlier detection, dus anomalies. Dat is voor ons interessant. En dan gaan we dus verder in kijken. En dat is uit te programmeren, maar het is heel moeilijk omdat er heel veel facetten tegelijkertijd spelen. Zeker met sensordata. Je praat, sensoren doen updates 100 of 1000 keer per seconde. Het is heel lastig om het helemaal uit te programmeren. Het is ruwe data. Dus en machine learning is daar beter in. Ja. Hey, op een bepaald moment hebben jullie dat idee bedacht. Ja. En je zei van, we doen het eigenlijk, we hebben een product voor developers. Mm-hmm. Hoe hebben jullie onderzocht dat hier een markt voor is en wie daarvoor wil betalen? Die developers zijn meestal weer niet degene die het budget beheren, zeg maar. Ja, klopt. Het product is heel erg gegroeid. Zowel ik als mijn co-founder werkte hiervoor bij Arm, een van de grootste semiconductor bedrijven in de wereld. En daar praten we met heel veel potentiële klanten, ook vanuit Arm en veel ontwikkelaars. En we zagen dat, hoewel devices steeds sneller en beter worden, ze doen vergelijkbaar met wat ze deden 10 jaar geleden, omdat je power budget verandert niet. We hebben niet hele nieuwe batterijtechnologie die in 1 keer 10 keer zoveel battery capacity kan doen in hetzelfde volume. Dus hoewel apparaten veel sneller worden, een beetje microcontroller doet 45 miljoen instructies per seconde nu, wordt heel veel daarvan wordt niet gebruikt, want dat apparaat moet de hele tijd slapen. Dat was een beetje onze premise. We dachten, hier willen we iets interessanters mee gaan doen. We zagen bij ons eigen netwerk genoeg tractie dat we dachten, nou, het is in ieder geval een interessant probleem en we gaan kijken. En we zijn vanaf dag 1 gaan verkopen. Dat is de enige validatie die je kan krijgen als iemand daadwerkelijk geld over maakt. Ja. Dat... Maar wie zit hier dan op te wachten? Geef eens voorbeelden van... De klanten die we nu hebben zijn device makers. Ze hebben al iets op de markt. Okay. Ze hebben al algoritmes. Het werkt. En ze verkopen deze apparaten. Dat is allemaal prima. Maar ze willen die stap van 75% accuraat tegenover klinische studie naar 80% maken. En dat lukt niet meer met hun huidige modellen. En dus willen ze iets met machine learning doen en daarbij gaan we ze helpen. Ja. Ja, en zitten jullie de ontwikkeling uiteindelijk vooral in de hardware? Want dat heeft, neem ik aan, aanpassingen nodig. Want een sensor is wat anders dan een sensor op een plaatje met embedded machine learning. Ja, nou, veel op dit niet echt. Proberen dit... Er zit heel veel compute power. De meeste sensoren of apparaten, ook wearables, maar ook gewoon een temperatuursensor die je koopt, die is heel erg overpowered. Er wordt heel veel excess compute power die op dit moment niet gebruikt wordt. En daar kunnen we onze software daarop draaien. Dus soms heb je wat aanpassingen nodig omdat je tijdens je dataverzamelingsfase, dus als jij in het begin heb je nog helemaal niks, je wil een dataset gaan aanleggen. Die apparaten kunnen niet zomaar 1000 keer per seconde data van de centrale en tegelijk doorsturen naar de cloud. Want daar hebben ze niet genoeg capaciteit voor. Ja, dan wil je dat cachen ergens naar wat extern flash. Dus daar heb je wat aanpassingen in nodig. Maar ons doel hier altijd is dat het as is kan draaien op de hardware van de klant. Ja, en kijk je dan nog naar andere toepassingen? Je noemde helemaal aan het begin het voorbeeld van die koe met die sensor in zijn oren. Ik was laatst bij een boer bij ons in het dorp en... Die heeft weer een systeem. Ja, serieus. Ja, jij hebt een mooi leven, vind ik gewoon. En die heeft een systeem draaien waarbij hij weer een lokale hub heeft in de stal. Dus die sensoren, hij verzamelt die data en daar gebeuren de bewerkingen. En uiteindelijk. Dat kan ook wel prima. Alleen je hebt nog steeds, als je echt daadwerkelijk naar de echt rauwe data wil gaan kijken. Dus echt bijvoorbeeld met temperatuurdata is eenvoudig, dat varieert niet zo snel. Ja. Maar bijvoorbeeld vibratiedata of accelerometerdata die je nodig hebt om te meten hoeveel een koe beweegt. Ja, dat gaat minimaal 100 keer per seconde. Dat kan je niet, streamen meer, zonder dat je elke dag bij je koe staat om de batterij te wisselen. Dat staat als je het op bijvoorbeeld zonne-energie wil draaien. Ja.
Ja, dus het gaat echt om de hoeveelheden data. En die hoeveelheden kun je niet meer in een simpel algoritme verwerken, dus heb je machine learning nodig. Dat is de denkstap. Correct? Ja, klopt. Ja. Dus een bedrijf, Swimbuild AI, is een bedrijf in Amerika. Ze hebben in San Jose op alle stoplichten. Ja. Of te even zoeken naar het juiste woord. Die hebben alle stoplichten sensoren geplaatst om traffic flow te meten door de stad heen. Ja. En hun rauwe data die zij op die stoplichten verzamelen voor één stad, is meer data per seconde dan Twitter per seconde genereert. Huh. En zelfs al kan je dat, want deze hebben gewoon stroom, dus die kunnen in principe gewoon hun data versturen. Maar als jij elke dag zoveel data verstookt, dan had één, krijg je een hele hoge rekening van je telecommaatschappij. Huh. En twee van ons hebben het serverpark nodig om het allemaal te verwerken. Dus zij doen daarom, niet in onze technologie, maar ze ontwikkelen er zelf data voor, om iets in ieder geval voorbewerking te doen op de edge. Want dat is zoveel data, dat is maar van één stad. Ja, eigenlijk, als ik het dan probeer nogmaals te vertalen, want wij zijn geen ontwikkelaars, dan sorteer je eigenlijk voor op die enorm snelle ontwikkeling van het Internet of Things en de beperkingen die je waar je tegenaan loopt, op computing power, op de devices, op stroom, op data. Al die dingen, daar heb je eigenlijk een oplossing. Ja. En het bier levend bier. Nee, maar dat is wat je... Ja, klopt. Ja, en ik denk dat mensen proberen heel wat de hype te volgen. Internet of Things was 3, 4, 5 jaar geleden echt... Wow, het wordt het magische ding. Het heeft ontzettend gegroeid. Er worden nu per jaar 30 miljard microcontrollers verkocht. Dus kleine mini-computertjes. Dus het begrip is niet meer een hype, maar het is eigenlijk gewoon geïntegreerd in de wereld. Weet je, je noemt dat geen IoT meer. Nee. Het is gewoon, je koopt... Ik was laatst op Heathrow en ik moest een nieuwe tandenborstel hebben. Nou, dat is verdomd lastig om nog een elektrische tandenborstel zonder Bluetooth te kopen. Ja, ja. En dat zie je in heel veel dingen. Een gemiddelde auto heeft tegenwoordig 65 kleine computertjes intern die allemaal met elkaar communiceren. En vrijwel elke nieuwe machine die heeft... hardware erin zit die ook weer terug gecommuniceerd. Ja. Alleen nu noemen we het geen machine, geen IoT meer. Nee. Nu noemen we het gewoon een machine. Ja. Ja. Hey, en waar? Wat zijn de concurrenten voor jullie? Hoe uniek is wat jullie doen? We hebben aan de ene kant concurrentie van grotere machine learning lifecycle bedrijven. Dus bedrijven die, denk voor ons heel veel waarde zit erin. In hoe bouw je een dataset op die relevant is voor de klant en een competitive advantage is voor de klant. En hoe ga je uit die data interessante patronen halen? Nou, er zijn andere bedrijven die ook in deze space zitten. Er zijn twee acquisities al geweest dit jaar, ook in de space, dus een beetje consolidatie. Maar het is een heel erg nieuw veld. Dus voor mij de grootste concurrent is eigenlijk gewoon do-it-yourself. Hire een aantal embedded engineers, hire een aantal machine learning engineers, wat data scientists, en ga zelf aan de slag om dit te gaan bouwen. Ja. Ik denk dat wij, we zijn ook nooit de volledige oplossing. We zijn een tool die jouw embedded engineers en je data scientists gebruiken om efficiënter te zijn op dit moment. Maar die waarde moeten we wel laten zien. Ja. Hey, wat is dan voor jou het doel van jullie bedrijf? Je zei er zijn een aantal overnames geweest dit jaar. Ja. Dus is je doel overgenomen worden en weer wat anders gaan doen? Nee. Nee, de reden waarom ik het bedrijf begonnen ben, is omdat ik werkte bij Arm en ik managed daar een team waarin we bezig waren met het bouwen van een inferencing engine. Dus echt puur het mathematische model snel genoeg maken dat je dit kan draaien op een heel klein apparaat, een machine learning model. En toen wou ik het toepassen, ik wou er iets mee gaan doen, ik wou voor een beurs iets heel interessants gaan bouwen. En dan realiseer je dat je hebt een heel klein stukje van de puzzel, maar er mist hier een groot stuk om die data te verzamelen en correct te labelen. En er mist hier een heel groot stuk om die data te analyseren en het model echt te bouwen. Voordat je dat vertaalt naar machine code instructies. Mm-hmm. En dan hebben we dat hele kleine stukje hier opgelost. Maar de rest is ook nodig voordat ik het zelf zou kunnen gaan gebruiken. Ja. Ik zie het een beetje, als jij 10 jaar geleden data van A naar B wou sturen. En A en B zijn 10 kilometer van elkaar af. En je wil dat op eigen infrastructuur doen. Nou, dat kon eigenlijk niet. De enige manier was of Spectrum te kopen, waardoor je heel erg luid mag zenden, of een nieuwe radiostandaard gaan zitten verzinnen. Analog designers nodig en heel veel. Nu, 10 jaar later, hebben we als hele industrie hebben we dit zoveel makkelijker gemaakt door die hele IoT-movement. Je gaat naar de jongens van de Things Network, je koopt een bordje, je koopt een gateway en bam, nu heb je het allemaal werkend. Supercool, hoef je niet meer over na te denken.
En ik denk dat over 10 jaar machine learning voor elke ontwikkelaar ook zoiets is. Het is gewoon een tool die in je toolbox zit. En als jij denkt dat het nut is, alles wordt veel meer mature. En je pakt het in de toolbox en je gaat het gewoon gebruiken. Ja. En dat wil ik gaan bouwen. Dat vind ik interessant. Ja. En ja, dat is meer de droom. Het hoeft geen acquisitie aan te komen. Maar ik wil dit gewoon zelf heel graag. Mm-hmm. En daarom zou ik het gaan bouwen. Jouw co-founder. Ja, dat is heel goed Nederlands. Je partner in crime. Oh nee, dat is Engels. Je partner in crime is Zach Shelby. Die zit in Silicon Valley. Ja, klopt. Jij zit hier. Ja. Hoe doen jullie dat? Ja, dat is een heel bewuste keus. Ik wou niet weg uit Nederland. Ik heb 3,5 jaar bij Arm gewerkt. Ja. Eigenlijk vanuit Cambridge en daarvoor 3 jaar voor Telenor, eigenlijk vanuit het kantoor in Oslo. Ja, Amsterdam is de mooiste stad ter wereld. Yep. Dat, ja. Ik kan niet beamen, neem ik aan. Ja. Ik ben hier altijd graag. Ja, ja. Dus ik wil heel graag terug. En voor mij was ook wel, als we een venture gaan doen, dan ga ik het hier doen. Ik heb altijd teams gemanaged die wereldwijd waren. Ook bij Arm zat mijn hele team overal. En we dachten, ja, nou, als het bij Arm werkt, dan werkt het ook in een start-up. We hebben per dag 2-3 uur overlap. In mijn eind van mijn dag, begin van 6. Met, ja. Begin van zijn dag. We synken 4 uur per week of zo aan de telefoon. Dat gaat prima. En we verdelen de hires een beetje over dingen. Ja. We hebben nu 2 nieuwe jongens starten. En eentje gehired in San Francisco, eentje in Utrecht. Nou, dan blijft het een beetje in balans. Ja. Ja, maar jij ervaart het niet als een belemmering. Nee, ik vind het juist wel fijn. Ik denk ook wel dat je... Ja, ik hoef niet per se op 1 locatie te zitten. Ik denk wel, het is wel iets wat je moet liggen, maar voor ons gaat het wel goed. Daarom zie je ook vaker, want jij zegt, jullie zijn nu zo begonnen. Dus wij hebben hier natuurlijk ook allerlei voorbeelden gehad van bedrijven die zo werkten. Ja. Maar eigenlijk, de bedrijven die het succesvol doen, zijn eigenlijk altijd wel zo begonnen. Dat is eigenlijk de basis gewoon. Want we hebben hier voorbeeld gehad en zeiden eigenlijk, die mensen die bij ons komen werken, dat zijn ook mensen die willen zo werken. Ja. Dus het verstevigt elkaar. Ja, dat denk ik ook. Ik denk wel, ja. Een van de risico's is wel dat je... Ik denk wel een voorwaarde voor succes is dat het managementteam ook gesplitst zit. Want als het managementteam allemaal in San Francisco zit en dan de rest... van je team een beetje overal, dan ga je dingen missen. Dan worden er dingen bij de watercooler besproken. Ja. En nu forceer je jezelf ook in een soort van asynchroon werken methode... Waarin je alles eigenlijk documenteert. Want ja, je kan niet iemand aandacht vragen om 1 uur 's nachts. Ja. En dat embed je dan in je organisatie. Ik denk dat wel... En dan is die 3 uur overal eigenlijk ook alweer netjes. Want het is ook wel rustig in die andere uren. Nou, ik zit heel vaak, ook toen ik bij Arm werkte, 3-4 keer per jaar... even 2-3 weken naar Bali om even te ontstressen, maar wel gewoon aan het werk. En wat ik merkte voor hem, hij runt hier ook een bedrijf met 20 man in Amsterdam, is voor hem, hij heeft op dat moment ook 3 uur overlap. Namelijk in eind van de dag in Bali en begin van de dag in Nederland. En je moet in één keer alles comprimeren naar binnen die 3 uur. Ja. En dan denk je gewoon 5 per dag vrij hebt. En, vrij, in ieder geval vrije tijd om te werken. Ja. En dat is heel erg uniek als je als manager ergens in zit. Voor mij de grootste switch van techneut naar manager was, als techneut heb je een blok, 2 blokken van 4 uur op een dag. En daarin doe je je werk. En als er 1 keer iemand een meeting ergens in het midden van zo'n blok doet, is dat de hele blok waardeloos. Ja. Dus je leert heel erg. Omdat het zoveel focus is. Ja, je moet zo focussen. En als manager ga je in 1 keer in uurblokken denken. En daardoor verlies je dat heel erg. En je moet heel erg proberen aan iemand anders schedule vast te houden. Waardoor je zelf heel erg gefragmenteerd met je tijd om moet gaan. En heel moeilijk om te focussen. En dat op deze manier lost dat een beetje op. Ja. 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 Als je... Waar zie jij de toekomstige mogelijkheden van de techniek die jullie aan het ontwikkelen zijn? Ik denk dat over 10 jaar, dat van die 30 miljard microcontrollers die nu worden gedaan, en tegen de tijd 100 miljard, denk ik dat de helft daarvan machine learning in zich heeft in one way or another. Dus heel erg groot. Of dat onze technologie had zijn, of iemand anders technologie, dat weet ik niet, maar... Maar zorgen jullie en anderen dan ook voor de democratisering van die technologie? Zeg maar, ik hoef niet te snappen wat het is, maar ik stop er data in. En ik stop er een probleem in of een vraag in. En er komen antwoorden uit die je kan gebruiken. Voor ons gaat het om democratiseren. Ja, we hebben klanten en investeerders. Omdat, nou, het is ook wel fijn om je personeel te kunnen betalen. Ja. Maar we willen open, het hele platform moet open. Hopelijk in Q1. Waar gewoon iedereen, een soort community waar je kan leren over machine learning. Waar je... je modellen kan gaan bouwen, kan leren van andere mensen en dat weer terug kan deployen
in ieder geval dat duidelijk maken. Ja. Is dat een principieel punt, ja. Dat open willen zijn? Ja. Of is dat iets wat je gewoon fijn in werkt? Want je bent ook betrokken geweest bij de Things Network. Ja. Wienke Gieseman hebben we hier ook aan tafel gehad. Ja. Dat is natuurlijk ook een idee om het te democratiseren. Ja, nee, ik ben 100%. Ja. Ik ben de afgelopen 10 jaar altijd in open source gewerkt. 2 jaar bij Mozilla aan Firefox OS en Gecko gewerkt. Ja. En ja, ik denk de kracht, de hele reden waarom de IT-industrie zo groot is geworden als het nu is, is omdat we kunnen bouwen op door. Ja, op onze community. Ja. En we houden het niet secretive. En wil juist zo liefst alles open. En ik denk dat als de community ergens achter gaat staan en samen aan iets gaat werken, dan krijg je hele krachtige ideeën. Want een van de voorbeelden waar ik het over had, die hier te gast is geweest, was van GitLab, zeg maar. Ja, weet je wel. Die werken ook remote en in de open source, in de open source wereld. Een van onze investeerders in de seed ronde is ook een investeerder die heel erg early in GitLab heeft geïnvesteerd. Ja. Dus voor ons is ook heel belangrijk, ook in de investeerders die we hebben aangetrokken, dat het bedrijven zijn die één achter onze missie staan, waarin we gewoon een open community willen gaan bouwen. En ten tweede ook een remote organisatie kunnen bouwen. Dus daar was ik heel blij mee. Ja, vertel eens wat meer over die investeringen. Hoe hebben jullie dit zakelijk ingestoken, je bedrijf? Hoe bedoel je? Nou, wat voor geld heb je nodig gehad? We hebben de eerste 6 maanden zelf gefinancierd. Ja. En toen zijn we een angelronde gaan racen. Eigenlijk vrij snel. Uit ons eigen netwerk. Die was redelijk snel vol. Wie kan dat zo goed verkopen? Ben jij dat? Zek is daar beter in dan ik. Maar de angels komen wel uit allebei onze netwerken. Dus het is niet. Okay. Daarna zijn we echt. Toen merkten we waar ik van plan was om aankomende zomer een seedronde te gaan racen in de Valley. Maar we kregen betere respons dan verwacht van onze angels. De angels doen weer intro bij hun VC's. En zo rolde het balletje wat sneller. Dus we zijn we zijn eerder gaan racen, dus al deze herfst. En dat heeft gewoon een split gedaan waarin ik vol met de techniek bezig was. En zorgen dat onze klanten succes hebben en mijn co-founder is voltijds gaan racen. Mm-hmm. Dat ging beter dan verwacht. Dus yeah. Dat. Nou, dat lijkt me een goed teken. dat vind ik heel. Een van de dingen waar ik als ondernemer een beetje mee struggle is. Wanneer funding wordt heel vaak gezien als een succespunt. Ja. Maar ja, zo voelt het helemaal niet. Nee. Want het moment dat je zegt, oké, je geeft een deel van je bedrijf weg. Ja, dat één, maar ook aan wie? Het is aan een VC. Ja. En een VC gaat niet voor 3 keer return. Een VC gaat voor 100 keer return. Ja. En dat betekent wel dat je moet er wel als ondernemer ook achter staan. Ja. En gewoon denk je, of go big of go home. We gaan niet een lifestyle business inbouwen. Nu gaan we ook gewoon door. En dat betekent ook dat de mensen die we gaan aannemen en onze hiring, speed, dat zit er wel verwachting. Ja, die ambities van die investeerders, dezelfde ambities zijn. Heb je daar twijfels bij, af en toe? Nee, nu niet meer. Het was wel echt een keuze waar je echt even goed over na hebt moeten denken. Ja, het ook wel. Ja, ook wel, ja. Ik ben voor mij mijn eerste onderneming. Mijn eerste serieuze onderneming. Ja. Het is wel heel erg nadenken, wat voor bedrijf wil je hebben? En wat voor cultuur moet hier heersen? En ik heb 1,5 jaar bij Cloud9 gewerkt. Verkocht aan Amazon. Ja. Maar dus ik kwam net binnen toen de serie A binnen was. 5,25 miljoen. Ja. En 14 maanden later ging het failliet. En dan die highs zijn echt heel hoog en de lows zijn ook heel hoog. Ja. Maar je hebt die VC's, dus het is ook niet een, we gaan even downscalen of we doen nog iets. Nee. Je moet voor Cloud9 goed afgelopen, die zijn doorgestart en die hebben uiteindelijk verkocht aan Amazon. Ja. Dat is een hele goede uitkomst. Ja. Maar het heeft wel heel erg effect op de cultuur en het type bedrijf dat je aan het bouwen. Ja. Even terug naar dat Internet of Things en het effect wat het ook heeft op de manier waarop bedrijven hun assets monitoren. Ja. Want dat verandert natuurlijk enorm snel. Als je kijkt naar de trends die daar op dit moment spelen. Wat zijn dan dingen die er echt uitspringen in jouw hoofd? Dat je denkt, dit gaat zo hard, dit gaat echt heel veel veranderen. Ik denk de grootste trend
Dat is nog een beetje early, maar voor mij waar de grootste potentieel zit is in predictive maintenance. Mm-hmm. Voorspellend onderhoud. Voorspellend onderhoud, ja. 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 Dat is fijn dat we... Nee, maar eigenlijk, je zegt dat je van tevoren eigenlijk al weet, dit ding gaat straks kapot. Ja. Of heeft nu onderhoud nodig. Ja, ja. Gaat onderhoud om te voorkomen. Ja. Maar dat is super interessant. En je ziet dat... Even de interessante, toen wij een beetje in het veld begonnen en een beetje rond aan het kijken waren, zagen we dat heel veel white goods, wit... Ja, koelkasten, wasmachines, dat soort dingen. White goods, ja, goed, ik probeer... Ja, ik help je gewoon af en toe even, ja, witgoed. Witgoed, ja. 3,5 jaar in de UK. Ja. Ja. Veel witgoedfabrikanten al in die space bezig waren, hun eigen teams aan het opbouwen waren. Ja. En voor hun is dit namelijk heel interessant, want... wat is er met je machines aan de hand? Doen ze het nog goed? Is er iets raars? Diagnostiek. Nu, ik had de afgelopen twee maanden geleden, alleen mijn vaatwasser deed het niet. Ik heb 3 weken met een kapotte vaatwasser thuis gezeten voordat ik eindelijk de monteur een tijd had. Dan zat er een pit ergens in het filter. Ja. Ja, dat had leuker geweest als mijn vaatwasser dat had verteld. Dat had gewoon heel veel geld gekost aan allebei de kanten. Ja. Wel geld gescheeld aan allebei de kanten. En dat zie je nog veel meer in grotere industriële machines. Ook wel in, hoe gaan mensen met mijn product om? Als ik iets op een container laat, hoe weet ik hoe met het product is omgegaan en of ik er extra checks tegenaan moet doen? Dat zijn hele interessante... Eigenlijk wat jij zegt, waar we inmiddels allemaal een beetje aan gewend zijn, dat als een programma crasht op je Mac... Dat je diagnostische informatie eruit kan trekken. En dat even naar Apple stuurt en die verzamelen dat en gaan kijken wat er aan de hand is, dat ook normaal moet worden voor hardware. Nou, en dan liever daar nog een stap eerder. Want er zijn... 20 jaar geleden was ik om de haverklap met een blue screen of death op mijn scherm. En nu kan ik echt van alles en nog wat in mijn computer prikken en het gaat echt nooit in stuk. Nee. Ja. We zijn veel defensiever geworden in onze software. En, als je denkt aan hoe TCP/IP werkt. Je hebt een untrustworthy link waar je al je data overheen gaat. En op een of andere manier weten wij een abstractie overheen te leggen waardoor het lijkt alsof alle data precies in de juiste volgorde, op de juiste snelheid, exact bij de andere aankomt. Dat is heel erg cool. Ja, ja. Dat is heel cool. En dus er zitten al heel veel fixes en foutdetectie, et cetera, in onze software. En ik wil het ook wel op in machines kunnen krijgen uiteindelijk. Ja. Dit is ver weg, maar... Maar dat staat natuurlijk ook, hè, wat je zegt, zoiets als het voorkomen van problemen, oftewel het voorkomen van kosten... dat, als jij dat kan aantonen, als jij dat kan vertellen, dat verkoopt zichzelf. Welke hobbels moeten jullie nu nemen? Voor ons nu is het de zaak om de juiste klant te vinden. We zijn een heel klein team. En voor ons, de juiste klant is iemand die al een product heeft, die ook data op waarde weet te schatten. Die dit snapt. En die visie ook wil inkopen. Dus voor ons is nu het grootste probleem eigenlijk educatie. Ja. Mensen weten niet dat het mogelijk is. Ja. En wat er mogelijk in is en wat de hiaten erin zijn. Dus je hebt succesvolle voorbeelden nodig, want dat maakt het nou wel makkelijker. En is dat ook een risico dat je te ver voorop loopt? Nou, dat is zeker een risico in het... Als ik jou google, dan kom ik al... Je doet heel veel presentaties op allerlei conferenties... Ja. Ook om die reden, denk ik. Ja. Je bent ook een halve evangelist om eigenlijk die sales te kunnen doen. Ja, ik denk wel dat het risico dat je de markt voorbij loopt. Dat als jij als bedrijf sneller groeit dan de markt, dan heb je een heel groot probleem. Ja. Voor ons nu, omdat het allemaal zo vroeg is, is het voor ons juist heel erg doel om ook die markt te pushen en groter te maken. Ja. Ja. Ik denk dat daarin ook de community heel erg kan helpen. Als jij al heel vroeg in een cycle, niet eens in een sales cycle, maar gewoon in een exploration cycle, een bijdrage kan leveren aan het succes van een ontwikkelaar, om te laten zien dat één, het kan en het makkelijk is en dat het met je software nog veel makkelijker gemaakt kan worden, dan aan de ene kant ben je dus net de markt iets aan het vergroten, want er is weer één iemand die dit weet en die dit weer intern kan gaan pushen. Het kan een 2-3 jaar duren, maar die gaat het intern pushen. Ja. En je hebt iemand die een fan is van jou, van jouw community en zich hopelijk daar een onderdeel van voelt. Ja. Dus dat werkt snijdt aan 2 kanten. Ja. Vind je het soms lastig, het zou mij ook lijken dat jullie zijn met zulke fundamentele, hele technische dingen bezig, dat je
misschien over 10 jaar, als de hele grote toepassingen echt doorbreken op al die vlakken waar jij het over hebt, dat je dan kan zeggen, ja, dat hebben wij 10 jaar geleden mogelijk gemaakt. Ja. Vind je dat soms ook lastig? Dat is best moeilijk. Als je op een verjaardagsfeestje bent, ik denk dat je toch best... Je hebt niet iedereen zoals wij een half uur geduld om te proberen te snappen. Nee, daar heb ik wel een tijdje geleden mee opgehouden. Nadat ik als core operating systems engineer was aangenomen om aan Firefox OS te sleutelen, kwam een vriend van mijn zusje, die kwam in één keer naar me toe. Die zegt, ja Jan, ik hoorde van je zusje dat ik bij jou moest zijn. Het scherm van mijn Samsung is kapot. Jij maakt telefoons, hoor ik. Toen dacht je, oké. Dus ja, ik vind, voor mij is het fundamenteel technisch vind ik het interessant. Ik wil weer gewoon de boundaries een beetje pushen. En dat hebben we de afgelopen 5 jaar in IoT gedaan. In IoT zijn we een beetje klaar of zo. Ja, ik bedoel, natuurlijk, we willen graag dat de markt een groter wordt en mensen er meer geld aan gaan verdienen. Maar de fundamentele problemen omtrent... Wat zijn de security primitives? Wat zijn de networking technologies? Nou, dat is nu allemaal wel een beetje bedacht. En nu moeten mensen het gaan implementeren. Ja. Dus ik vond het wel weer tijd om naar iets spannender te gaan. En nu gewoon weer opnieuw gaan pushen. Ja. Ja, gaaf hoor. We gaan het in de gaten houden. Ja, heel veel succes ermee. Ja, dank je wel. Leuk dat je er was. Ja, jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier en Co voor de over heerlijke biertjes. Toch? Een palmpje. Ik hou enorm van palm. Jetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website. En natuurlijk... Het is gewoon Bier en Co, toch? Ja, Bier en Co. Topbedrijf. Ja, topbedrijf, absoluut. Ja. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Je weet, ons hele archief kun je terugvinden via fastmovingtargets.nl of YouTube. Dag.